En hun kinderen vooraan. Lea en haar kinderen meer naar achter. En Rachel en Jozef achteraan. Zelf ging hij voor hen uit en boog zich 7 keer ter aarde neer, zodat hij bij zijn broer gekomen was. Toen liep Ezau hem snel tegemoet, nam hem in zijn armen, viel hem om de hals en kuste hem en zij huilden. Vervolgens sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daar bij u? Hij zei, dat zijn de kinderen die God in zijn genade uw knecht gegeven heeft. Toen kwamen de slavinnen samen met hun kinderen naar voren en zij bogen zich neer.